Het avontuur wat we gaan starten is de volgende stap in het leven van mij, van de creator, Varello, Mr. Good Vibes. Ik wil u allemaal hartstikke dankjewel zeggen voor de steun en de liefde. Het betekent dat ik een tijdje offline ga. Jullie gaan mij een tijdje moeten missen. Ik zal zeker het een en ander posten. Hoe jullie me een klein beetje gelukkig op afstand kunnen houden, is door mijn kanaal een klein beetje levendig te houden. Praat met elkaar onder die domme dingetjes die ik zal posten. Ga met elkaar lekker in gesprek. Doe lekker gezellig. Ik zal niet live komen. Dat ga ik niet doen. Ik heb volgens mij wel internettoegang daar. Denk ik zo. Maar jullie gaan me echt een tijdje moeten missen. Een tijdje is even een paar weekjes hoor. Niet zo lang. En wanneer ik terugkom, kom ik fris en fruitig terug. In ieder geval hoop ik dat jullie me met net zo warm weer ontvangen. Oké. Okay? Als ik terugkom, ben ik nog precies diezelfde jongen hoor. Er komt geen heel ander nieuw iemand terug. Precies diezelfde ik nog. Alleen hopen dat we hier binnen een aantal dingetjes hebben recht kunnen zitten. Dankjewel. Final Creator is signing off. Het is het laatste moment om hartjes te gooien. Ik heb die hartjes naar voren gehaald, dus... Gooi haartjes op jullie. Ik gooi haartjes op jullie. De hele tijd regent het aan haartjes. Dag Ricky. Ik heb Ricky niet gezien. Misschien is hij er wel, maar ik heb zo'n ding niet voorbij zien komen. Dag mevrouw Bless Latoya. Volgens mij zou ik jouw naam ook niet echt voorbij komen. Misschien ook wel. Volgens mij in het begin heb ik iets gezegd. Ik weet het niet meer. En er zijn zoveel mensen die ik bij naam eigenlijk zou willen noemen. Mijn familie uiteraard, die kijkt natuurlijk ook mee. Die horen ook allemaal nieuwe dingetjes. Heb ik die hartjes al gebonkt die ik wou bonken? Kijk, een hele mooie set met hartjes. Goed. Zeer mooi. Ik kijk even wat jullie allemaal nog schrijven. Bye bye. Tja, terwijl we afscheid hebben genomen van de live, ga ik... Nu lekker aan de slag. Ik moet eigenlijk direct opstaan om mijn spullen te gaan inpakken. Dus we gaan de koffers inpakken. We gaan kijken wat ik allemaal mee wil gaan nemen. En en dan gaan we nog even chillen hier thuis. Want dan moeten we morgenochtend om 9 uur ergens zijn. Blijf kijken. Leuk dat je er bent. Final Creator hier.
Goedemorgen. Het is zover. We gaan ons melden bij de kliniek voor de detox. Het is ontzettend vroeg, maar ik zit een beetje aan de late kant als ik heel eerlijk ben. Dus een beetje vervelend. Ik moet al mijn spulletjes inpakken, dat heb ik vanochtend ingepakt. Overigens, hi, ik ben Find the Creator, hè. Ik weet niet of ik dat al had gezegd, maar je kijkt naar een stukje verhaal. Ik loop nu richting het winkelcentrum. En daar hoop ik een stodder te kunnen nemen. Ik heb geen andere keus, dus ik zet even de camera weg. En we proberen een taxi te vinden. Taxi uitgestapt en we gaan naar binnen. Spannend, spannend, spannend. Zo, we zijn aan het wachten. Ik ben beneden, ik word zo direct opgehaald. En dan gaan we ongetwijfeld naar boven. We hebben wat koffie gescoord. Normaal gesproken ging die koffie lekker met een sigaret. Maar hebben we niet meer gedaan. Sinds gisteravond. Proost. Mensen, we zijn er. Met Frello? Hoi. Yo. Oké. Wat zeg je? Ik hoor je heel slecht nu. Ja. Mhm. Om te stoppen, onder andere. Nou nee, ik kan wel zelfstandig stoppen, maar ik wil niet zelfstandig stoppen. Nou, je hebt de high care units, daar zitten mensen met psychische problemen. Die worden meestal gescheiden, maar daar zit je natuurlijk niet tussen als normaal patiënt. Maar iedereen is psychisch, alleen bij sommige mensen ziet aan de buitenkant of niet, dus... Maar goed. Ik laat het gewoon lekker over me heen komen. Ik ga er gewoon lekker open in. Gisteren was moeilijk. Afronden met Valerian en die andere gasten. Dus dat was een beetje stressen. Nou ja, omdat ik sprak met de Jelinek Kliniek en ze hadden. Ik heb aangegeven dat ik niet op 1 december wou inchecken, omdat dat echt de dag is dat die gasten verhuizen. Dus vanaf 2 december zou het beschikbaar zijn. Oké, dat heb ik mijn hele hoofd al ingesteld op die 2 december.
En vervolgens kreeg ik de bevestiging. En de bevestiging was op 15 december. Toen dacht ik, oké, dan ben ik nog even 2 weken thuis. Oké, moet ik even anders schakelen. En nu toch, ik had ze wel gebeld hoor en uitgesproken van dat ik gewoon eigenlijk het liefste aansluitend, gelijk donderdag natuurlijk, dan hoef ik niet thuis weet je, te zitten. Ik kon gewoon gelijk doorpakken. Maar goed, dat kon allemaal niet, ik stond wel op de wachtlijst. En dan toch werd ik plotseling gisteren gebeld, eigenlijk gisteren, van hey, je moet je toch mogen melden als je wilt. Dus ik ben nu plotseling alsof ik op hier. En ik heb het gisteren gehoord. Ja, iedereen is nu weg, hè? Nee, maar het is ook... het is niet een kwestie van goed of slecht. Ik heb mijn keuzes gemaakt en daar sta ik sowieso wel achter. Zo, mensen lief, hallo. We zijn ingecheckt. Ik zit in mijn hotelkamer. Ik dacht, laat me jullie even bijpraten. Binnengekomen. Intake gehad. Nou, het een en ander besproken. Ik heb de arts gesproken. Dingen qua medicatie wat je met ze moet bespreken, hoe met je gaat, ontwenningsverschijnselen enzovoort. Heel wat vragen moeten beantwoorden. Ik heb de afdeling gezien. De gezamenlijke ruimtes gezien. Nou, de gang met al die kamers. En ik sta dus nu in de kamer. Een kamer waar ik hier ga blijven. Ik moet zeggen, het is niet slecht. Zo'n nette kamer. Dus het beddengoed ziet er redelijk schoon uit. Daar hebben we helaas geen tijd voor om beddengoed mee te nemen. We gaan zo direct om 11:45 lunchen. Het jammer wel is dat... jullie weten ook al van koken, toch? Dan kom je daar. Het eerste wat er verteld wordt. Ja, hier in de keuken. Maar het gasfornuis kan niet worden gebruikt, want het gas is afgesloten. Waarom is het gas afgesloten? In ieder geval is de hele keuken hier ook. Maar dan kan niet echt worden gekokkereld. Op zich, het idee van de kliniek is dat je daar binnen zit. Hè? Ik moet ook even wennen aan het idee, als ik heel eerlijk ben. Dat moet nog even landen bij mij zelfs hoor. Van, wacht even. Nou, het is wel gesloten uiteraard. Met andere woorden, je mag niet zomaar naar buiten gaan. Ook al vind je je weg naar buiten. Dat is niet de bedoeling. Dus dan ga je zonder... ja, goedkeuring van de arts, ga je dan naar buiten. Nou, dat zal dan consequenties hebben voor je behandeling. maar mensen, we zijn er eigenlijk. Ik kan je laten zien. Dit is de kamer. Nou, als je dan hier binnen bent gekomen, dan... tja. Ja. Het is een prima kamertje. Knapperen daar. Ik heb net even wat rommels hier gebonkt. Je hebt een bureautje. Een eenpersoonsbed. Een bureaulampje. Douche. En toilet. En hier heb je Find a Creator. Dus. Al met al ben ik tevreden met wat ik hier zie. Ziet er goed uit. We moeten wat. Moeten gaan plassen straks. Dus. Ja, mensen, al met al ziet het er op zich wel goed uit. Hoe voel ik me? Ik voel me op zich oké. Okay. Heb ik al trek in een jonko? Nee. Heb ik al trek in een sigaret? Ook niet. Nou ja, we zijn hier. Ik moet kennis gaan maken met de anderen op de afdeling, denk ik zo. En dat doen we wel tijdens de
lunch. Ik ga mijn spulletjes opbergen. En nou, fijn dat ik er ben. Zo, ik denk, laat me jullie even bijpraten waar we nu staan. Het is middag, 1 uur. We hebben net gezamenlijk geluncht. Ik zit met een kleine groep aan onze kant van de afdeling. Met nog 3 andere jongens. En aan de andere kant van de afdeling zitten de 7 mensen. Ja, er zijn meerdere etages hier in dit pand, maar ik zit op de 2e etage. En volgens mij 3 en 4 zijn afdelingen waar mensen heel wat weken, maanden zelfs blijven. In ieder geval, ik zit hier op een afdeling waar maximaal 14 mensen kunnen worden geholpen. We zitten bijna vol. En ik heb net geluncht met 3 anderen en de verpleging en de begeleiding. Hoe voel ik me? Ik voel me oké. Van tijd tot tijd schiet even het idee van, hey, laten we even een sigaretje gaan roken door het hoofd heen. Maar dat is het eigenlijk meer dan dat. En af en toe even wat trek. Maar niets bijzonders eigenlijk. Ik merk vooral dat ik, ja, gewoon nul, niets, een beetje leeg. Dat is wat ik voel. En daarmee goed, want zolang we niet ons slecht voelen, negatief voelen, is het goed. En ik ga mijn laptop even pakken en een beetje socializen. En een plan van aanpak gaan voorzien hoe ik deze week wil gaan invullen. Los van het programma wat er natuurlijk is. Nou, vanavond gaan we avondeten hier. En dan ongetwijfeld mijn metgezellen beter leren kennen. We gaan van de ene groep huisgenoten naar de andere groep huisgenoten. Deze hebben issues. Bye bye. Nou, we hebben gegeten, boy. Het is nu 8:30. Ik zit op mijn kamertje hier. Ik ga zoals direct even weer... We bevinden onder de mensen. Ik ben een beetje aan het nadenken. Over waarom ik nou hier ben. Ik probeer te zoeken in mezelf naar de reden waarom ik hier ben. En hoewel ik er natuurlijk goed over nagedacht heb, ik ben natuurlijk niet zomaar hier komen inchecken. Heb ik al gezegd dat iets is wat in mij ontbreekt en... Ik moet het gaan vinden. Ik moet het echt gaan vinden. Ik vind het stoer dat ik hier ben. Ik zeg jullie eerlijk. Ik kijk zo naar buiten, zo beneden. Naar de straat. Ik laat het niet zien hoor, maar ik kijk zo naar de straat. En ik denk mezelf, oh ja. Kijk de vrijheid daar buiten. Vrijheid. Wat is een beetje die vrijheid toch? Waar we van een klein beetje te veel hebben genoten. Het is die vrijheid die een klein beetje is misbruikt. Gebruikt, laat ik het zo zeggen. En ik moet voor mezelf weer op zoek naar de juiste balans. En het begint hier, het zal niet hier eindigen, maar het begint hier. Misschien leuk om te praten over de mensen waarmee ik in de groep zit. Beetje aan de oppervlakte uiteraard. Maar hele leuke, individuele, interessante mensen die hier lopen. Het zijn allemaal... Mensen die, misschien kijken ze naar mij en zien ze ook een grote vraagteken. Maar als ik kijk en heb ik 1 grote vraagteken op mijn hoofd. En ik merk ook dat ik heel erg in gesprek met ze ga. Ik ben natuurlijk op dag 1 hier. Zij zijn gisteren met de groep begonnen. Dus ze hebben een klein beetje een voorsprong op mij.
Maar los daarvan, ja, één grote vraagteken. Ik wil weten, ik wil horen. Ik wil met ze praten. Dat is wat ik merk. Ik ben benieuwd naar hun verhaal. En dat is ook de reden waarom ik mezelf hier heb gezet en gepositioneerd. Wat ik oprecht gewoon wil snappen. Misschien zij door middel van anderen hun ervaring. Dat het me lukt om goed te snappen wat het in mij speelt en wat in mij recht gezegd moet worden. En misschien is het ook gewoon de conclusie van, hey, er hoeft eigenlijk helemaal niets te gebeuren. Hè? Want dus daar hou ik altijd ook gewoon ruimte voor in mijn manier van denken, in mijn hart. Soms is niets doen de juiste oplossing. Maar dan kom je ook pas achter wanneer je hebt geprobeerd. Dus hoe gaat het met mij? Hoe gaat het met mijn trek naar die jonko, trek naar sigaret? Ja, die is aanwezig. Ga ik eraan dood? Nee. Ik ben ook op dag 1 pas, dus ik heb nog genoeg nicotine in mijn bloed. Morgen zal het ongetwijfeld een stukje moeilijker gaan worden. En dan ben ik me ook een klein beetje op aan het voorbereiden. Ik merk dat ik totaal hier niet bezig ben met andere angsten. En dat is ook wel bijzonder om even te vermelden. Ik ben 0,0 compleet niet bezig met de situatie thuis. Het huis. Dat ben ik heel eventjes vergeten. Van tijd tot tijd komt het natuurlijk wel. Maar dat is wanneer ik getriggerd word door aan mijn mensen na te denken. Of je krijgt een berichtje binnen, dan zie je iets. Tja, vooral wanneer je dit weer terugziet. Of ongetwijfeld dit aan het editen ben. Sta je aan de andere kant van... ja, van dit traject wat je bent aangegaan. Wie kijk ik nu aan? Wat kijk ik nu aan? Alleen jij kan snappen wat ik bedoel met deze woorden. Dus terwijl ik hier ben, daag ik je uit. Om door te zetten. Om kracht te blijven vinden. En te blijven gaan voor dat wat goed is. En werkelijk kwaliteit vertegenwoordigt. Loop niet de kantjes vanaf. Loop niet de kantjes ervan af. Om wat jij vandaag hier hebt gezien. En wat je nog gaat zien. Volgens mij. Denk ik de reden. Waarom ik wens dat je. Dicht bij jezelf blijft. Dicht bij wat de bedoeling is blijf. Hou het klein. Probeer het. Klein te houden voor jezelf. En daarmee komt het goed. En daarom voelt het ook al goed. Al getwijfeld. Zoals je je daar nu voelt. Terwijl ik deze woorden zo spreek, voel ik het nog niet. Maar ik hoop wanneer ik deze beelden zie... dat het wel zo is. Dat het wel zo is. We gaan nog even lekker genieten van de gezelligheid. Ik ga lekker een kopje thee maken. Het is al donker overal. Het is al 's avonds. Het is 8:30. Maar goed, het is tijd om een filmpje te kijken misschien. Ze gaan misschien film kijken. Ik ga lekker een kopje thee maken. En nou ja. Ik zie je zo nog even.
how many more of them do you think there are? Last census? About a billion. Zo, hey. Ik zit nog te chillen hier in de gezamenlijke ruimte. Het is laat, het is bijna 1 uur in de ochtend. We zijn nog steeds op dag 1, hè. En ja, iedereen is eigenlijk al een klein beetje gaan slapen. Ik zelf heb nog geen behoefte om te slapen. Ik ga wel naar mijn kamer. Alvast. Dus laat me heel even jullie de woonkamer hier laten zien. En dan gaan we naar daarna gaan we naar de slaapkamer. Kijk even. Het is dan onze woonkamer. Mooie spelletjes. Hoekje met computer. Nog een stukje keuken. Een mooie eettafel. En een gezellige zithoek. Ik kom niet eens uit mijn woorden, joh. Is dat niet om zijn? En dan hebben we hier dus verder die keuken, hè. Die ik eerder had laten zien. We gaan terug naar de slaapkamer. Zo, ik lig in mijn bed. Het is 2:05 in de ochtend. Iedereen slaapt al. Ik ben wakker. Nee, ik heb dit wel een spook gehoord. Maar het liep over de gang. Wat een dag vandaag. Ik heb het een beetje koud in bed. Ik had mijn deken moeten brengen. Maar ik klaag niet hoor. Maar dankjewel voor het kijken. Leuk dat je naar mijn avontuur kijkt. Ik zou zeggen, blijf kijken. We gaan naar het volgende deel. We gaan naar morgen.